Een goeiedag dames en heren en hartelijk welkom. Wij bevinden ons hier ter hoogte van de Brusselse Steenweg in Meerbeke. Zometeen komt hier de 73ste omloop het nieuwsblad aan. De burgemeester van Ninove, Tanja de Jonge, is even polshoogte aan het nemen of alles hier veilig verloopt. Je ziet, het is hier een drukke bedoemenis ter hoogte van de Brusselse Steenweg, want zometeen komt ter hoogte van de Halse Steenweg de 73ste omloop het nieuwsblad aan. Voilà, zo te zien is alles goedgekeurd door burgemeester Tanja de Jonge, dan maar richting aankomstlijn. En daarvoor gebruiken we natuurlijk een trottinet. We gaan niet te veel commentaar bijgeven, de beelden spreken voor zichzelf. Ik zou zeggen, zet jullie krap in jullie stoel en geniet mee. Krijg zo meteen de aankomst te zien van de dames elite in deze 73ste omloop het nieuwsblad. Sometimes I feel I've got to run away. Wie is zometeen de opvolgster voor Lucinda Brands, die het vorig jaar haalde. De sprint is van ver ingezet hoor. Ze gaan over de volledige breedte van de weg uitvechten wie hier de armen in de lucht mag gooien. Wie is de snelste van dit uitgebreide peloton? Wie is straks de nieuwe naam op de erelijst van de omloopend nieuwsblad bij de dames? De sprint gaat daarover beslissen. Wie is de allersnelste van dit weg? Een overwinning wordt het voor nummer 172. En dat is de Deense Christine Manning Sigaard. Victory for number 172. Het nummer 172, Christine Malling-Sigaard, een Deense van het team Virtus Cycling, is de verrassende winnares. En het gaat hier snel, dames en heren, want ondertussen zijn we al toegekomen aan de aankomst van de heren in deze omloop het nieuwsblad. Ja, dames en heren, we vernemen hier zo pas dat de derde plaats is voor Sepp van Marken. En op nummer 2 eindigt de Pool Lukas Wieniawski. En hier zien we Greg van Avermaat. Geen derde overwinning in deze omloop. Het nieuwsblad een beetje ontgoocheld toch wel. De Belgen hebben zich dit jaar laten kloppen door de Denen, zowel bij de dames als bij de heren. Het is het ideale moment uitgekozen om er van door te gaan. De verpleitelende aangeling was er bij alle anderen. En deze man heeft daar collectief gebruik van gemaakt. Want de Astana ploeg was inderdaad het sterkst vertegenwoordigde blok in de finale van deze wedstrijd. Ook Wieniawski en Van Marken mogen naar het podium. Zij gaan de team die de omloop in wat heeft gewonnen straks vergezellen tijdens de hulpdienstselectie van de winnaar van vandaag, Michael van Green Andersen. Een massa volk, dames en heren, zo te zien op onze beelden. En terwijl de laatste renners zich hier begeven voorbij de eindstreep, gaan wij stilaan polshoogte nemen ter hoogte van het podium waar de prijzen uitgereikt worden. En met Peter van Petegem, een van de mede-organisators van deze 73ste omloop nieuwsblad in het vizier, begeven wij ons ook richting podium. Voilà! Confetti vliegend in het rond met de trofee in aanslag. Dus dit jaar geen bloemen, maar wel confetti.
en de gebruikelijke champagne. Wij laten nog even onze co-presentator aan het woord. Well, I'm gonna get a job, cause I need the bread. But somehow I know it's gonna affect my head. What a bath and dresses and a fancy car. So I better go looking for my lucky star. Wedstrijd. We zijn eraan begonnen in Gent, op een mythische plek in het Kuipke. Waar enorm veel publiek de voorstelling van de renners heeft bijgewoond. We zijn gefinished op een even mythische plek hier op de Halse Steenweg in Meerbeke. Waar we een schitterende, felbevochten finale hebben meegemaakt. En waar uiteindelijk deze drie jongens het podium hebben gehaald. De derde van vandaag heeft gevochten als een leeuw, heeft het in de finale een paar keer geprobeerd. Hij is een ex-winnaar van deze wedstrijd en heeft uiteindelijk het podium gehaald als derde. Uw applaus, dames en heren, voor Seb van Marken! Seb van Marken, de derde van vandaag. Aan de andere zijde van het podium gaat een jongen uit Polen plaatsnemen. Hij zal er bijzonder blij mee zijn dat hij ook op dit podium is beland. De tweede van vandaag uit Polen. Uw applaus voor Lukas Wisniewski. En dan de voor velen misschien verrassende winnaar. Maar hij heeft het absoluut verdiend. Zijn ploeg was collectief het sterkste blok in de finale. En hij heeft dat collectieve helemaal afgerond met een fantastische overwinning in de Omloop het Nieuwsblad 2018. De tweede Deense zegen van de dag. Hier is de winnaar. Hier is Michael Valgren Andersen. Congratulations. Hij gaat een schitterende overwinningstrofee in ontvangst mogen nemen. En die gaat hem uiteraard overhandigd worden door minister Ben Weitz. En dan zullen de nodige mooie woorden bij horen. En de trofee mag de lucht in. Please put the trophy big in the air. En wij gaan naar een tweede confetti moment, dames en heren. Voor de winnaar, Michael Valgren Andersen. Mag ik de heer Bert de Brabander opnieuw uitnodigen om de winnaar een fantastische fles Quaremont bier te overhandigen. En de Lidl champagne staat opnieuw binnen handbereik. De heerlijke Lidl champagne mag gehanteerd worden door Seb, mag gebruikt gaan worden door Lucas en mag natuurlijk ook gebruikt worden door de winnaar. Een tweede champagne bubbelmoment in aantocht met de top 3 bij de heren op het podium. Geef ze nogmaals een fantastisch applaus. Seb van Marken, Lucas Wisniewski en Michael Valgren Andersen. Congratulations! Burgemeester Tanja de Jonge Schepen-Torkes, provincie-gouverneur Jan Briers, onze voorzitter van Belgian Cycling en ook zometeen de andere mensen op het podium. Jeroen Bouw, Bert de Brabander, Koen Verhamme en koersdirecteur Peter van Petegem krijgen zometeen de kans en de gelegenheid de top 3 van deze Omloop het Nieuwsblad persoonlijk te gaan feliciteren. En dan mag de top 3 een allerlaatste applaus geven. Seb van Marken, Lucas Wisniewski, Michael Valgren Andersen. Congratulations guys, well done. Ziezo, dames en heren, zoals je kon zien, dit jaar geen bloemenmeisje tijdens deze 73ste Omloop het Nieuwsblad. Wij gaan afscheid van jullie nemen. Bedankt voor het kijken. Ja.